Yo, what's up? JJJR Army, mijn naam is Jeremy. En vandaag ga ik jullie wat vertellen over mijn verzameling. Toen ik klein was, begon het eigenlijk al heel erg met het sparen van dingen. Altijd als er dingetjes uitkwamen bij een supermarkt. Van speelplaatjes tot flippo's. Het kwam er altijd op neer dat ik alles compleet wilde hebben. Ik wilde alles hebben wat daarmee te maken had. Het liefst kocht ik ook gewoon Lego en Playmobil om het vervolgens neer te zetten. In een soort van mooie setting en er dan ook niet meer aan te komen. Dat was hoe ik het liefst omging met mijn spullen. Het liefst wilde ik ook dat er geen mensen bij mij kwamen spelen of over de vloer kwamen. Want die zagen dan mijn spullen staan, die wilden ermee spelen. En dan moest ik ze weer vertellen dat ze het moesten laten staan, want ik wilde het graag zo houden in die setting. Over de jaren heen ben ik daar natuurlijk wel overheen gegroeid. Ik ben nog steeds zo erg gehecht aan het compleet hebben van spullen en alles hebben van een bepaalde serie. Ook bij sommige spelletjes, dan kan je per seizoen nieuwe spulletjes krijgen. En ik wil gewoon alles hebben. Hoe naar is dat als je ergens aan begint met sparen en uiteindelijk mis je één item. Één item. Dan is eigenlijk al heel je verzameling naar de knoppen. Het sparen van deze poppetjes is eigenlijk begonnen met het spelletje League of Legends. Het spelletje League of Legends gaat erom dat je elkaars basis vernietig en dat je 5 tegen 5 speelt. Voor de rest is dat heel moeilijk uit te leggen, maar in het spel heb je dus verschillende karakters en al die karakters hebben een eigen naam, eigen rol, eigen abilities die ze kunnen doen in de game. En je kan ze eigenlijk allemaal spelen als je dat wil. En het begon eigenlijk met, ik zag hun shop en ik zag dat ze allemaal leuke verzamelbare poppetjes hadden. En waar het mee begon waren volgens mij 2 of 3 poppetjes die ik kreeg voor mijn verjaardag van Roos. Roos, jij hebt eigenlijk deze verzameling begonnen. Ik kreeg die poppetjes voor mijn verjaardag en ik vond ze zo vet. Ik had ze in eerste instantie in mijn vitrinekast staan. Zo waardevol vond ik het. Totdat op een dag mijn vitrinekast helemaal vol stond met de poppetjes en ik er eigenlijk helemaal geen plek meer voor had. Ik moest plankjes kopen en uiteindelijk zijn dat 3 plankjes geworden vol met poppetjes. En nu heb ik eigenlijk niet eens meer genoeg plek op mijn plankjes. Ja, je kan wel een beetje zeggen inderdaad dat deze verzameling een beetje uit de hand gelopen is. Want League of Legends ging uiteindelijk van 1 poppetjesserie naar 2 poppetjesseries. De eerste die heb ik niet af kunnen maken en miste ik ook heel veel van, omdat ik een beetje aan het einde ervan ben ingesprongen. Je moet het eigenlijk zo zien. Elk jaar begint League of Legends met een seizoen poppetjes maken. Maak ze uiteindelijk 24 poppetjes en die kan je dan kopen over een bepaalde periode van de tijd. Sommige zijn special edition, sommige zijn limited edition en sommige zijn gewoon normaal. Die kan je dan in principe gewoon kopen totdat ze ooit op zijn. Special editions, dat zijn gewoon speciale edities die gewoon voor speciale evenementen gemaakt worden. En limited editions, die zijn er maar voor een week, een maand en daarna zijn ze voor altijd weg. Je moet nagaan dat die limited edition poppetjes voor heel veel mensen heel speciaal zijn. En echte verzamelaars die zien dat ook. Die willen heel graag die special edition poppetjes kopen en dan vervolgens op het internet verkopen voor meer geld. Dat is iets waar je een beetje tegenaan loopt als je dit soort dingen verzamelt, is dat er mensen die willen er heel graag geld mee verdienen. Als voorbeeld, je koopt één zo'n poppetje voor 25 of 30 euro. Exclusief 5 euro verzend kosten. Dus dat betekent dat je dan uiteindelijk 30 of 35 euro kwijt bent voor 1 poppetje. Maar als die poppetjes uitverkocht zijn en die komen nooit meer terug, dan moet je nagaan dat dit soort poppetjes heel erg gewild worden. Dat betekent dat ze voor heel veel geld verkocht gaan worden op het internet. Ik heb bijvoorbeeld een paar poppetjes die worden voor 6 tot 7 tot 800 dollar verkocht op Amazon of eBay. Dat is echt, dat is belachelijk. Dit Azir poppetje dat ik heb, die gaat voor 149 dollar. Gaat die nu over de kop, omdat die dus niet meer verkrijgbaar is. Maar je hebt dat wel met meerdere spullen. Hier, dit is al helemaal belachelijk. Je hebt de Baron figure. Dat is een speciale uitgave die je ook maar 1 keertje kon krijgen. Die gaat hier voor 700 dollar. Bij deze gaat die voor bijna 500 dollar. Deze die ik heb gaat voor 180 dollar. Het is echt best wel een zieke business eigenlijk. Want ze zijn gewoon heel rare, want ze zijn niet meer te krijgen. Deze heb ik ook. Deze gaat ook voor 700. Niet dat mensen er hier aan het bieden zijn, maar het zijn zieke bedragen. Hier, de hele serie wordt hier verkocht voor 1800 euro. Waarom ik ze zo mooi vind is omdat ze zijn echt super gedetailleerd. Ze hebben echt gedacht aan de detail en aan het karakter. En ook het hele voetstuk waar het poppetje op staat is ook helemaal in de stijl van het poppetje zelf. Wat ik wel heel erg mooi vind. Je merkt ook echt dat bij de special en limited editions ook echt meer
tijd en aandacht is gestoken. Er zit zoveel meer detail in en het voetstuk voelt zwaarder. Het voelt wat exclusiever. Je merkt wel echt dat bij dan een vorige generatie dat er een veel simpeler voetstukje wordt gebruikt. En over het algemeen zijn de poppetjes best wel simpel en easy. Maar ze hebben het wel uitgebreid tot iets heel erg moois. Elke keer als ik weer een poppetje online zie komen en ik krijg een mailtje of een berichtje, dan zit ik echt al meteen weer een nieuwe te kopen. En dan komt hij de week erop komt hij binnen. Het mooiste is toch wel echt als je hem uitpakt en dat hij nieuw ruikt en uit het doosje haalt en dat je er dan even goed naar kijkt en dat je hem dan op een mooi plekje neerzet. Dat vind ik wel mooi. Ja, er staan niet alleen maar kleine poppetjes tussen, er staan ook 4 hele grote. En dat zijn mijn Overwatch figuren. Ik heb niet alle Overwatch figuren, omdat deze figuren zijn echt best wel heel erg duur. De prijs van zo'n Overwatch figuur kan verschillen tussen de $150 en $250. Er is zelfs een Overwatch figuur die $450 is en die is ongeveer net zo groot als een klein kind van 4 jaar. Ik heb 4 poppen. Ik heb Reaper, ik heb Tracer, ik heb een Widowmaker en ik heb Soldier. De Soldier kreeg ik bij de Collector's Edition van Overwatch. Sindsdien ben ik Overwatch echt een insane gaaf spel gaan vinden. En wilde ik eigenlijk alles hebben wat het ermee te maken had. Mijn account heeft ook echt alle skins bijna die er zijn van elk event en elk dansje, elk dingetje. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want ooit ga ik het spel niet meer spelen. Heb ik al dat geld erin gestopt. Maar toch moest ik alles hebben. En ik weet niet waarom. Maar ik moest het gewoon. Dat is uiteindelijk mijn dwang van het willen hebben. Van alles willen hebben. Mijn eerste figuur die ik echt kreeg van Overwatch was de Reaper. Die heb ik uiteindelijk gekocht. Dat was best wel een pijn aan mijn hart om dat over te maken. Want ja, het blijft toch best wel veel geld voor zo'n figuur waar je die uiteindelijk neerzet. Alleen ik dacht echt zo van, ja, dit is zo'n vet ding. Er zit hier zoveel detail aan. Dit is handgeschilderd. Het is zo vet om gewoon ook later in je office te hebben staan of in je woonkamer. Dit zijn echt dingen die ik zo in mijn woonkamer zou zetten. Dus ik ben echt super blij met elk poppetje die ik heb en elk figuurtje die ik heb. Het erge is, ik heb zelfs van elk figuurtje heb ik gewoon nog de doos. Ik hou de doos omdat als je de doos nog hebt met alles erop en eraan dan en je wilt het ooit verkopen of vervoeren, dan heb je altijd de doos nog om hem terug erin te doen en dat maakt het veel makkelijker. Plus de doos is eigenlijk ook een soort van stukje kunst. Als je het zo kan zeggen. Toen ik uiteindelijk te veel poppetjes kreeg, moest ik uiteindelijk ook nog heel veel verplaatsen naar boven op mijn vitrinekast. En zoals je ziet staan daar ook eigenlijk ook nog andere figuren op die ik niet heb benoemd. Dat zijn Jessie en Woody van Toy Story. En dat is een groot League of Legends poppetje en het is een Mickey Mouse. De Woody en de Jessie die komen straight out of Disneyland. Die heb ik daar gekocht omdat ik... Ja, ik ben echt gewoon super erg fan van Toy Story. En ik moet ook hier weer bekennen, ik heb super veel Toy Story items. Van vroeger ook nog. Die staan eigenlijk allemaal achter mijn kast ergens verstopt. Er zitten allemaal Toy Story dingen in, maar ik heb daar gewoon geen plek voor. En ik ben eigenlijk, heb ik die verslaving van sparen heb ik losgelaten. En ik dacht, ter ode daaraan, aan de mooiste film die ooit gemaakt is in mijn mening, dacht ik, ik koop twee van die poppen. Het is natuurlijk gewoon speelgoed, dus ik heb een soort van rekje ervoor gekocht waar ik ze in kan ophangen. Toch dat er een beetje van mijn jeugd nog hier zo staat. De zilveren Mickey is een ander verhaal. We waren naar Disneyland gegaan en ik dacht, nou als een soort van een mooie herinnering of zo kan ik deze kopen. Hij ziet er heel netjes uit en je kan hem overal mooi neerzetten. Mickey en Disney en al dat soort dingen, dat is gewoon... Het is gewoon, het heeft me altijd. Pak me altijd. Ja, wat het me gekost heeft, het is... Elk poppetje kost dus tussen de 25 en 30 euro. De prijs ligt er dus aan of een poppetje limited of special edition is of niet. De normale zijn 25 en de special editions zijn meestal 30. En die grote zijn natuurlijk 150 plus. Ik heb 35 League of Legends poppetjes.
Als we uitgaan van een prijs van 25 euro, dat betekent dus dat ik 875 euro heb uitgegeven aan League of Legends poppetjes. En dat is dan exclusief verzendkosten. En ik heb er ook heel veel cadeau gekregen. Als we dan de Overwatch figuren erbij uitrekenen, exclusief degene die ik heb gekregen van Blizzard, dan kom je uit op 450 euro. En ik heb er eentje daarvan heb ik gekregen van mijn vriendin voor mijn verjaardag. Maar ik tel er gewoon bij op. Dan kom je uiteindelijk uit op 1325 euro. En dan heb ik nog een groot League of Legends poppetje gekregen en twee poppen die ik dan niet mee ga tellen. Dus mijn hele collectie is 1325 euro waard. Het is misschien een beetje een... Sommige mensen zullen het een hele geeky en nerdy verzameling vinden, maar ik ben er best wel blij mee. Het is iets wat ik eigenlijk denk wel voor altijd zal blijven houden. Dan kan je je afvragen van Jeremy, je gaat toch niet je hele leven de game spelen? Nee, dat is ook niet zo, maar goed. Je hebt voor later dan wel iets wat je echt terug zou brengen naar het moment. En dat is wel iets wat ik heel erg mooi vind. Spaar jij nou echt iets? Laat dan achter in de reacties wat jij spaart. Ik ben heel erg benieuwd. Bijna iedereen die spaart wel iets. En sparen is helemaal niet erg. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien in een nieuwe video. Je kan klikken op deze twee filmpjes naast me. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later!